Op visite bij Jeroen en Petra in Hollandse Veld. Ik zal proberen uit mijn interviewrol te stappen. Want ik ben gewend om deze interviews op een bepaalde manier aan te vliegen. Maar ja, het is altijd maar weer afwachten wat er gezegd en gedaan wordt. Jullie geven samen satsang. Hier in Hollandse Veld. Deze prachtige plek in Drenthe. En even kort samengevat. Jullie deden dat eerst op een veel grotere plek. Toen hebben jullie heel veel spullen weggedaan. En nu zijn jullie naar een kleinere plek verhuisd. En jullie noemen dat met een chic woord ontspullen. Dat vind ik interessant. Okay. Is dat hetzelfde als minimaliseren? Dat is nu zo'n beweging gaande die dat promoot. Oh, daar was ik me niet van bewust. Maar ik denk het wel, ja. Ik denk dat het zoiets is. Ja. We zijn op een gegeven moment, eind 2015 zijn we, is het proces van ontwaken bij ons begonnen. Of eigenlijk niet het proces van ontwaken, maar Petra die was naar die stilte-retraite bij Muji. En ik ben later naar een intensive geweest bij Muji, in Londen. En dat was 2 of 3 maanden daarna. En eigenlijk heel bijzonder dat bij ons allebei dat moment van herkennen plaats had gevonden. Mm-hmm. En daar, het is alsof je in een hele nieuwe fase terechtkomt waar, waar je eigenlijk klaar bent met van alles. Je bent klaar met zoeken, je bent klaar met lezen, met dingen die je denkt nodig te hebben, met lezen inderdaad ook. En, dus er begint iets nieuws. Dus je gaat kijken van wat gaan we nu doen? En eigenlijk was het van, we gaan eerst eens kijken wat we allemaal hebben waar we niks aan hebben. Ballast. Precies. Ja. En we waren al veel eerder begonnen met opruimen en zo. Wat wij allemaal verzameld hadden, dat was enorm. Noem eens wat op, kleding ook en... Ja. Heel veel instrumenten. Oké. Okay. Heel veel instrumenten. Toen we hier naartoe verhuisden, toen was het echt van oké. 2 gitaren en de rest weggeven, verkopen. Ja. Ja, het moet wel, hè, want je gaat kleiner wonen. Maar ik vind dat wel interessant. Je hoort dat vaker van mensen terug. Als ze zich echt serieus met dit soort zaken bezig gaan houden, dan verandert nogal wat. Huwelijken gaan over, mensen verhuizen, mensen doen hun spullen weg. Ja. Is dat bijna een logisch gevolg gewoon? Of? Ja, het is, ik zeg altijd, het is de beweging. Het is op een gegeven moment, je bent altijd bezig geweest om dingen te bereiken, om iets te vinden. Om vergaren. En om te groeien, zo noemen ze dat vaak. En uiteindelijk kom je erachter dat datgene wat je zoekt, dat er al is. Mm. En dat hier en nu is. En als je dat herkent en je ziet het en het is volledig helder, dan merk je dat alles wat je meeneemt, dat staat dat in de weg om gewoon vanuit die positie te kunnen zijn. Je hebt het niet meer nodig. Mm. En het is eigenlijk alleen maar iets wat je aan het meeslepen bent. En ballast noemen. Ja, ja. En ik bedoel, alleen al als je kijkt naar geld wat je maandelijks uitgeeft aan verzekeringen, aan telefoon, en je gaat bankrekeningen ook. Samen hadden we misschien wel 10 bankrekeningen. Ja. We hebben dat teruggebracht tot 2. Ja. Want meer heb je niet nodig. Ja. Telefoon ook. Ik bedoel, wat voor mogelijkheden heb je op je telefoon? Televisie. Nou ja, we hebben nu geen televisie. Nee, zie ik hier niet staan. Ook geen tv-abonnement dan, denk ik. Nee. Dus dat zijn allemaal dingen. Verzekeringen ook. Ik bedoel, als je naar verzekeringen... vroeger uit angst voor mogelijke gebeurtenissen... Ja. Ga je allerlei dingen... Je hebt heel veel dubbele dingen lopen. Ja. KPN ook. Telefoon... Allemaal, er zitten allemaal abonnementjes en kosten. Ja, ja. En als je daar werkelijk eventjes de tijd voor neemt, ja, dan kan je zo van alles de deur uit doen.
vind het mooi om dit eens een keer uit de mond te horen van twee mensen die zich hier serieus mee bezighouden. Want er wordt ook wel eens het sprookje verteld in satsangkringen, zullen we maar zeggen. Ja, het is toch allemaal maya, het is toch allemaal illusie. Dus wat maakt het nou uit of je 100 verzekeringen hebt, 10 huizen, 10 telefoonrekeningen. Het is toch allemaal niet echt. Dus je hoeft daar niks mee aan die kant. Jij zegt wel degelijk. Hè? Het helpt, het ruimt op, het maakt de dingen luchtiger. Zie je het verschil met wat ik bedoel? Ja, nou ja. Kijk, uiteindelijk komt het erop neer dat je... dat je dingen op een andere manier gaat zien. Ontwaken is dat je eigenlijk begint te zien dat er geen vaste vorm is. Dat de vorm die jij lijkt te hebben, dat niet werkelijk is. En daar gaat het uiteindelijk om. En op het moment dat je dat die herkenning er is, mm-hmm. en je bent nog de hele tijd bezig om iets hoog te houden, ja. dan kan je niet vanuit die positie blijven. Mm-hmm. Althans, dat kan misschien wel, maar dat maakt het lastig. En in eerste instantie, op het moment dat die herkenning er werkelijk is, je ontwaakt werkelijk, het wordt helder voor je, dan is er nog steeds de conditionering die door blijft gaan. Ja. En er is een soort van nieuw proces om die conditionering in dat licht te brengen. De fijnste manier om dat te kunnen doen is door even een beetje afstand te nemen van alles. Even wat rust te creëren om je heen. Zodat alles wat er op je afkomt en wat je aan conditionering in jezelf tegenkomt, dat je dat eventjes vanuit die positie belicht, als het ware. Uh-huh. Zodat dat ook oplost. En daarom dat die beweging de beweging, natuurlijke beweging is om even alles los te laten. Ik denk we zijn nu 3 jaar verder. Ik denk dat het nu niet meer zo erg is. Wat is niet erg? Om te ontspullen. Dat was 3 jaar geleden lastiger geweest. 3 jaar geleden was het meer de beweging die noodzakelijk was. Mm-hmm. Om het cadeau te koesteren wat we ontvangen hadden. Hè? Te blijven vanuit die toestand van zijn. Ja. En los van alles te blijven. Ja. En omdat er zoveel conditionering is, is het vrij makkelijk om weer mee te gaan in de... Ja? In die ego-trucjes die je toch nog af en toe probeerde om weer voet aan de grond te krijgen. En om dat niet te laten gebeuren, om dat cadeau te koesteren, om het zo maar te zeggen. Is het de beweging om wat rust te creëren, afstand te nemen van alles. Maar dat kan dus niet andersom. Ik zit zo te denken van, ik hang een nee-nee-sticker op mijn deur, hè. Ik doe al mijn spullen weg. Ik verbreek al mijn banden met Jan en alle man. Ik zeg allemaal verzekeringen op. En dan is daar ineens de waarheid. Snap je wat ik bedoel? Het is dus andersom. Bij mij wel. Ja. Kun jij iets vertellen over? Want je stipte het net al even aan. Jij was op zoek naar stilte in je leven. Hè? Ja. Dan kwam je in Portugal terecht. Ja, klopt. Ik ben altijd op zoek geweest. En ik had altijd... momenten, want we zijn een gezinnetje, maar ik had altijd momenten van, ik moet even weg. Dan werd het me allemaal te veel en dan moest ik weg. Wat deed je dan? Ik heb van alles gedaan. Ik ben naar Maleisië geweest om te mediteren. Ik ben naar Curaçao geweest om yoga te doen. Ik ben naar Ratu Babus geweest. Ik ben naar Bali geweest om verlichting te zoeken. Nou, niet om verlichting te zoeken, ja. Ik wist niet eens wat verlichting was, maar verlichting van mijn fysieke lichaam. Je had Eat, Pray, Love gezien waarschijnlijk. Ja. En je dacht, Bali, dat is the place to be. Dus ik ben bij die Kantoet geweest. Ja. Ik ben bij de medicijnvrouw, heb ik een paar dagen verbleven. En ik deed er alles aan om weer beter te worden. Ik heb de ziekte van Crohn, ik heb fibromyalgie. Ik heb een ernstig auto-ongeluk gehad, jaren geleden. Wow. Waardoor er van alles fysiek niet goed is. Dus ik was altijd op zoek. En...
Nou ja, op dat moment was ik, dat was begin 2015, toen was ik weer op zoek naar rust. En toen ging ik op internet zoeken. Ik wilde graag Vipassana doen, echt even de stilte in. En nou ja, dat heeft allemaal lange wachttijden. En toen kwam ik bij Muji terecht. Die had een stilte retreat in Portugal. Niet Montessori, ja, maar een andere plek? Nee, in Zimar. Ja, een hele grote, prachtige plek. Waar ik op mezelf kon zijn in stilte. En er was ook satsang bij. Ik wist niet wat dat betekende, maar ik dacht, nou, maakt niet uit, dat doe ik er dan wel bij. Ja, precies. Ik ging voor die stilte. Dus ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben nog nooit ermee bezig geweest. Non-dualiteit, dat woord had ik nog nooit van gehoord. En nog voordat ik naar Portugal ging, toen, als je naar Muji gaat, dan dat team, dat stuurt je dan 2 filmpjes. Must see is dat. Je moet dat gezien hebben voordat je daar naartoe gaat. Dus ik lag in de slaapkamer, volgens mij op mijn laptop, dat filmpje te kijken. En ik weet niet wat gezegd, ik weet niet wat voor filmpje het was. Maar opeens had ik het gevoel alsof alle kettingen, alsof ik helemaal los was van alles. Dat was echt ongelooflijk. Dat gevoel van vrijheid. En toen moest je dus nog naar Portugal? Ja. Ja. Toen ging ik naar Portugal en die satsang was fantastisch. En daar kwam dat losse gevoel, dat werd groter. Steeds in momenten dat vrije gevoel er was, liep ik van mijn tentje naar de sangha toe. En opeens wist ik weer van, ik ben al 20 minuten, was ik daar of zoiets? Ik was nog daar. Dus ja, het was fantastisch. Aan het eind van de satsang periode, die 7 dagen, belde ik gelijk Jeroen op. Jeroen. Moet hier naartoe komen? Ja, ik weet dat hij naar Londen gaat. Ja. Ga naar Londen. Boek 2 tickets, we gaan erheen. Ik wil dat je dit ook gaat ervaren. Nou, 2 maanden later zijn we samen gegaan. We zijn naar Londen gegaan, ja. En wat is dat dan wat Muji heeft, wat misschien een Nederlandse leraar niet heeft? Of, want uiteindelijk is de boodschap, en dat laat ik de vraag zo stellen, is de boodschap die iedereen die hierover verkondigt hetzelfde? Of is dat echt, is het echt wel precisiewerk? En is nou juist Muji degene die precies de juiste snaar wist te raken bij jullie? Ja, ik weet, kijk, het gaat allemaal om hetzelfde. Mm-hmm. De boodschap die overgedragen wordt als je gaat kijken naar het verhaal in de wereld, komt uit India eigenlijk. Hè? Wie ben ik? Ja. Satsangs, ver voor de jaartelling, waren er bijeenkomsten van mensen die over die vraag nadachten. Ja. Wie ben ik? Dus het is niet persoonsafhankelijk? Het is absoluut niet persoonsafhankelijk. Nee. Maar Muji is wel een van de personen die dat duwtje kan geven. Ja. Ik heb ook wel satsangs gezien waarbij dat duwtje niet echt gegeven wordt. Waar het gewoon meer een soort van erover praten is. En Muji, zeker bij een meerdaagse, dus als je zij was toen een week in Zimar en wij zijn toen, hebben toen een 5-daagse retreat gevolgd. Mm-hmm. Bij mij was het op de 3e dag dat het dat die realisatie plaatsvond. En hoe weet je dat? Want daar twijfel ik nog wel eens aan. Niet bij jou, hè, maar bij mezelf. Dat ik denk, maar hoe weet je nou zeker dat het gerealiseerd is? Hoe? Ja, ik kan natuurlijk, wat ik wel kan zeggen, het is gewoon onmiskenbaar. Op het moment dat het gebeurt, is het onmiskenbaar. Hoe weet je dat? Ik kan natuurlijk alleen spreken over wat er bij mij toen gebeurd is. En ik zat daar en het was de 3e dag. Muji, die was een beetje serieus. Die had echt zoiets van, je bent hier niet om een of ander iets mee te nemen en in je vitrinekast te zetten. En ik heb geen zin meer in die ego-praatjes de hele tijd. Mm. En die, dus als je een vraag hebt, moet het ook een goede vraag zijn. En, dus ik merkte al aan hem van,
dit is serieus. Ja. Okay. Dus ik ging al een beetje rechtop zitten. Ja. En hij begon eigenlijk een soort geleide meditatie achter iets te doen. Hij begon te praten van, oké, neem even afstand van alles. Neem even afstand van je huis, van je spullen, van je vrienden, van je gevoelens. En zo ging hij door en dan met die rustige stem van hem. Ja. Dus ik ging daarin mee. Ik deed mezelf onderzoek. En ik merkte gewoon dat ik werkelijk gewoon overal langs kon gaan. Dat ik alles los kon laten waarvan ik zag van dat is niet wat ik ben. En ik nam er afstand van. En uiteindelijk neem afstand van degene die overal afstand van neemt. Dus ook dat, ik liet het allemaal los. Ik nam overal afstand van. Ik was volledig bewust op dat moment. En ik kwam voorbij gedachten. Het is iets, ik vertel het nu zo, omdat ik het niet anders zou kunnen vertellen. Maar het is niet iets wat je met woorden kan beschrijven. Het is niet voor te stellen dat wat daar is. Ja. Het enige wat ik als herkenning kan meegeven van hoe weet ik dat nou zeker? Wat daar gebeurd is, dat ontwaken is dat alle vragen daar op dat moment in één keer beantwoord waren. Er was geen enkele twijfel meer. Twijfel meer. Ja. Ze noemen het ook wel de poortloze poort waar je aankomt. Je hebt een mooie poort. Je hebt jezelf onderzoek gedaan. Je bent daar voorbij je angst, voorbij al je bezittingen, je verlangens, je gedachten. Je komt daarbij zo'n mooie poort. En je hebt de sleutel van jezelf onderzoek heb je in je hand. Hè? Je doet hem open. En je merkt dat alles oplost. Er is nooit een pad geweest. Ja. Er is nooit een poort geweest. Er is nooit een persoon geweest. Er is nooit een identiteit geweest. En dat wat zich daar openbaart. En die vrijheid die daar ervaren wordt. Dat herken je als je ware zelf. Als de Boeddha natuur. Of de Christus bewustzijn. Of hoe dan ook. En het is alsof alles wat je wilde weten, alles wat je zocht, is in één keer, is daar. Het is er. Dus dat is eigenlijk hoe ik het beste kan omschrijven. En het is alsof iets herkend is. Wat je dacht kwijt te zijn. Ja, wat je dacht kwijt te zijn. Wat je dacht nodig te hebben, of wat je dacht te moeten vinden. Ja. En dan is het gedaan. Dan is het klaar. In een moment. Weet je? En dan, diezelfde avond na de satsang liepen we buiten. En ik had echt het gevoel dat het was 's avonds, het was donker, Londen. Mm-hmm. We liepen door een straatje, we kenden dat helemaal niet. We waren links afgegaan in plaats van rechtsaf. Dus we wisten helemaal niet waar we waren. En ik had echt het gevoel dat de hele omgeving met me aan het meeademen was. Alsof er een enorme last van me afgevallen was. Wat natuurlijk ook zo is. Het zoeken was gestopt. Daar stopte het zoeken. Ja. Er was niks meer, er hoefde niks meer. Dus een vorm van bewustzijn werd daar ervaren op een hele andere manier. En ik vroeg me op dat moment wel af van, is dit nou iets wat blijvend is? Ja. Of is het morgen, ben ik weer gewoon... Ja, begint het weer opnieuw met circus. En toen, de volgende ochtend, toen werd ik wakker. En ik bemerkte dat het niet teruggekomen was. Datgene wat er van me afgevallen was nog steeds weg. En het is ook nooit meer teruggekomen. Heerlijk. Is het soms te vergelijken met, ik noem maar wat, stel ik heb 50.000 euro schuld... En ik win de dag erna de loterij. Dan denk ik, die last valt van me. Is dat, ik zit me zo gevoelens voor te stellen die je kunt hebben. Je zit heel erg over iets in en ineens blijkt het niet waar of zo. Nou ja, weet je, je kan dat natuurlijk best als metafoor. Maar het is onvergelijkbaar. Ja, het is niet te benoemen gewoon. Ja, nee. Er zijn geen woorden voor. Ik heb wel een voorbeeld van hoe het werkt. Ja? Gaaf. Oké, wacht even.
Kijk, dit is een voorbeeld van hoe de menselijke geest een beetje werkt. Ja. Ik heb hier in mijn hand heb ik een zeer kostbaar juweel. Diamant of zo, ja. Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Maar we weten het nog niet, ja. Juweel. Ja. Maar je merkt dat er dus bij jou heel veel nu gebeurt. In je hoofd van, oké. Hij zegt dat. Dus ik ga meteen fantaseren, wat zou het kunnen zijn? Ja. Wat zou het kunnen zijn? Ja. En er gebeurt wat. Ja. Ik heb natuurlijk al gezegd dat het een kostbaar juweel is. Okay, ja. Dus kan wel, ja. Maar ja, of dat nou werkelijk zo is, dat weet je natuurlijk ook niet. Nee. Weet je, het kan van alles zijn. Dus er zijn wat speculaties die mogelijk zijn. Mm-hmm. Eigenlijk een heel scala van speculaties wat mogelijk. Dat is wat er bij een zoeker ook gebeurt. Ja. Een zoeker die is ergens naar op zoek. Maar eigenlijk weet hij niet precies wat het nou is. Nee. Dus je gaat zoeken. Dus je gaat zoeken. Dus je gaat speculeren. Ja. Dus je hebt allerlei ideeën erover. Ja. Nou, je kan iets geloven. En dat is wel een makkelijke. Hè? Je hebt een hoop mensen die geloven graag in dingen. Mm-hmm. En die zeggen van, zo is het. En waarom is het zo? Ja, nou, dat, weet je, dat staat daar en daar. Ja. Dus die geloven ergens in. Ja. Dat zou wel makkelijk zijn. Weet je? Jij kan geloven van, oké, het is een diamant. Ja. Nou, klaar. Dan hoef je verder. Dat is een schijnbare houvast, zekerheid. Maar eigenlijk, in je achterhoofd weet je wel dat je het niet zeker weet. Al die andere opties die blijven er nog steeds natuurlijk. Dus er kunnen wat overtuigingen zijn. Je kan in mijn ogen kijken en je kan denken van, nou Jeroen, ik weet niet of hij wel eerlijk vertelt wat hij daar in zijn hand heeft. Mm-hmm. Dus er kunnen wat overtuigingen komen, wat ideeën over zijn, er kan geloof over zijn. Maar hoe dan ook, jouw aandacht is heel erg bezet. Op het moment dat ik nu mijn hand open, dan gebeurt er iets. Kijk. Kan je zien wat het is? Het is een koffieboom. Oh, een koffieboom. Ik dacht een snoepje voor de kat. Nee, het is een koffieboom. Het is een koffieboom, ja. Nou, oké. Zie je het nu? Ja. Dat je het even goed ziet. Ja, zie je. Oké, wat gebeurt er nu met de aannames, overtuigingen en geloof? Ja, die vallen weg. Juist. Ja. Het is gezien. Er is geen twijfel meer. Nou ja, precies. Er is geen twijfel meer. Ja. Er is geen overtuiging meer. Er zijn geen speculaties meer. Het is klaar. Ja, dat is mooi. Mooi gezegd. Dus dit is wat er gebeurt. Ja. Op het moment dat je de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn. En dan is het niet meer hoe je gelooft dat ze zijn. Of hoe je wil dat ze zijn. Maar dan heb je het gezien. Dan is het helder. En dan is er geen twijfel meer. Dan stopt het zoeken pas. Werkelijk. Ben je dan niet bang om die koffieboon dan toch kwijt te raken? Nog ooit? Of is dat inmiddels zo... Het is natuurlijk een metafoor, maar is het inmiddels zo... Kijk, nu doe ik dit. Heb jij nog twijfel erover? Nee. Huh? Maar zou je het nu nog anders kunnen zien? Zou je deze koffieboon nog als een diamant kunnen zien, bijvoorbeeld? Nee, ja, met heel veel fantasie, maar... Ja. Ja. Nee, maar dat gebeurt niet. Ja. En is dat een valkuil op dit pad? Want je gaat er dus toch voor jezelf iets van proberen te maken. Je denkt, ik wil iets krijgen... Dat ziet er zus en zus zo uit. Bijvoorbeeld je denkt, oké, ik heb dus nu gehoord dat het een heel licht gevoel is. Dus ik ga op zoek naar dat lichte gevoel. Of ik ga op zoek naar die onbezorgdheid. Of ik ga ook naar Londen en dan ga ik ook door een straatje lopen daar. En dan ga ik ook kijken of ik het gevoel heb dat alles met me mee ademt. Die fout kan je natuurlijk gauw maken. Dat je het weer tot een concept maakt. Ja. Maar dat is grappig. Een heel mooi voorbeeld is hoe mensen naar goeroes kijken. Je hebt mensen die gaan netjes zitten zo, als een goeroe. Die eten als een goeroe. Ja. Als hun goeroe. Ja. Die praten als hun goeroe. Ja, bewegen. Bewegen als hun goeroe. En die zijn nog steeds in diepe slaap. Ze doen het al jaren. Maar dat is niet hoe het werkt. Om te kunnen ontwaken... moet je eigenwijs zijn. En moet je wel luisteren naar de guru. Mm-hmm.
Maar je moet niks zomaar aannemen. Voorwaar. Ja. De enige manier om te kunnen ontwaken is dat je alles wat de guru zegt, dat je dat bij jezelf gaat onderzoeken. En dat je zijn aanwijzingen volgt voor je onderzoek. En dan is er een kans dat je ontwaakt. En wat dat betreft is ieders pad, als je het over iedereen hebt, is uniek. Ja. Je creëert je eigen pad. En op het moment dat jij werkelijk een zoeker bent en je hebt werkelijk de intentie om te ontwaken, je wil er alles voor doen, dan is er een kans dat je ontwaakt. Heeft dat ook nog met urgentie te maken? Er zijn ook mensen die zeggen, leraar, zonder crisis geen ontwaken. Dat je eerst die crisis nodig hebt. Je bent natuurlijk flink ziek geworden, flinke heftige dingen meegemaakt. Heb je het idee dat dat voor jou dat proces wel versneld heeft, dan wel dat het gewoon eigenlijk gewoon broodnodig was? Of kan jij iets met die uitspraak? Als je veel hebt meegemaakt dan, en je bent het helemaal zat, dan kan je makkelijker loslaten misschien. En het loslaten van de persoon is dan makkelijker te doen. Dus dat wel. Ja. Want een miljonair die zijn bedrijfje op orde en zijn grote villa en zo. Ja, je hebt behoorlijk wat geïnvesteerd dan in dat kaartenhuis genaamd ik. Hè? Maar ja, gezellig met geluidjes. Heeft het jullie relatie nou nog significant veranderd, hoe jullie samen zijn? Kan bijna niet anders, toch? Zijn jullie veel liefdevoller naar elkaar toe, begripvoller? Of knalt het juist meer? Of hoe verandert het? Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat verandert, dat je met z'n tweeën dit zo gezien hebt. Nou, sowieso dat we het met z'n tweeën gezien hebben, dat was hartstikke fijn. Want ik had natuurlijk eerst die ervaring en toen vroeg ik Jeroen en bij hem hetzelfde. Jeroen had een bedrijfje, we hadden deden ayahuasca ceremonies. Goed lopend bedrijf, er kwam veel geld binnen. We aten biologisch, weet je, we konden alles doen. We konden naar Ibiza wanneer we wilden, dus het liep allemaal heel erg goed. Maar op dat moment dat we samen terugkwamen uit Londen bij Muji vandaan, toen was het wel zo dat dingen automatisch gingen stoppen. We zijn naar de Kamer van Koophandel gegaan en Jeroen heeft een eind gemaakt aan... Uitgeschreven. Ja. En we hebben die winter hebben we echt gebruikt om samen bij de kachel te zitten en alleen maar zelf onderzoek te doen. Want dat wakker worden, dat is één moment. Maar daarna komt de verhalen vertellen, het ego. Die komt alles voor je neus gooien om je weer mee te lokken in het persoonlijke verhaal. Dus ontwaken, dat wordt is een startpunt, geen eindpunt. Het is eigenlijk het startpunt van iets heel vers, nieuws? Of? Het is tegelijkertijd ook een eindpunt. Het eindpunt van het zoeken. Ja, ja. Maar het startpunt om alle conditionering ook daarin op te laten lossen. Ja. Dit is het koesteren van het cadeau. Je ontvangt het grootste cadeau wat je maar kunt ontvangen. Om het vanuit die positie te zien is totale bevrijding. Dat is. En we hadden echt de gelegenheid om ervoor te gaan zitten. Ja. Om te kijken wat er ging komen. Maar feitelijk heb je elkaar daarna natuurlijk ook niet meer nodig. Nee. Tenminste niet op aardsniveau. Zoals wij een relatie zien. Jij vervult mij, ik vervul jou. Ja. En we waren allebei heel vervullend in de persoon. Naar elkaar we toe. We pleasten elkaar. Ja. Ja, we zaten veel meer bovenop elkaar. Ja. En we waren echt twee vogeltjes. En daar is wel wat in veranderd. Ja. 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 Het zou de normale wereld, normale wereld klinkt raar, maar de personen zouden het kunnen uitleggen als, is het ook niet meer zo romantisch dan, als je elkaar niet meer nodig hebt. Nee. Nee, nou ja, goed. Kijk. Ja, het is zo. Verlangen stoppen. Daar zit wat in. Het is, aan de andere kant is datgene wat zich kan uitdrukken in deze verschijning is vanuit een bepaalde vrijheid. Ik bedoel, een relatie verbetert in principe alleen maar op het moment dat je elkaar vrijlaat.
Dus hij is verbeterd. Dus ja. In dat opzicht ja. Is het eigenlijk alleen maar beter. We voelen ons vrij. En we zijn vrij om te gaan en te staan. En het is oké als iemand... Als zij weg zou willen of ik zou weg, weet je, dan zou dat oké zijn. Er is geen... Niemand houdt dat tegen en alles stroomt gewoon zoals het stroomt. En, maar ja, dat is... ja, dat is wel een onderwerp wat je heel vaak tegenkomt natuurlijk. Relaties. Hè? Relaties. Ja. En daar... mensen houden zich daar erg aan vast. Want had dat gekund? Stel, jij was helemaal... Hè? En ja. Jeroen was niet... Jeroen was niet naar Londen gegaan. Ja. Hij had dat niet gezien en jij wel. Hoe... Ja, dat is natuurlijk als, maar... Had het dan nog wel gematcht? Of... Ja, dat is... Koffiedik krijgen. Dat is weer iets waar de mind mee bezig gaat, de toekomst. Want die haalt hij weer weg daarvan. Hè? Zo'n soort vragen halen weer weg. Want die zijn weer bezig als en dat. Maar ik bedoel, mijn moeder is niet naar Moetje geweest. Maar ik heb nog steeds een relatie met haar. Ja. De kinderen zijn er nog steeds. Ja, het is niet dat daar iets... Maar dat viel me zo op bij Monza uit. Ja, dat als je in zo'n groep bent van mensen... die allemaal met hetzelfde bezig is. Het is wel ook wel een soort van besmettelijk. Ik zeg niet of het goed of slecht is of zo, maar... Ja. Het pookt het vuurtje wel op, hè? Dus zou je wel kunnen zeggen in deze dat jullie elkaar daarin wel gewoon geholpen en versterkt hebben, omdat je toch zo, ja, weet ik niet, er begint toch iets te borrelen of zo. Nou ja, ik denk dat wij elkaar ontmoet hebben op een moment dat we onze lessen in relaties al behoorlijk geleerd hadden. Mm. En dat scheelt enorm. Ja. Dat scheelt enorm. Ja. En ik weet niet of hoe dat gelopen zou zijn als dat niet zo was geweest. Ja. Maar er zijn natuurlijk, weet je, alles is mogelijk. Weet je, alles is de beweging. Iemand die ontwaakt is, die kun je zien en je kan denken van ja, maar dat klopt toch niet? Ja, hij is toch ontwaakt of zij is toch ontwaakt? Maar ze doen hele menselijke dingen. Ja, ze roken nog sigaretten. Ja, bijvoorbeeld. Nisekadatta was dat, hè? Die kleine... Met die biddies. Ja, ja. En er zijn ook een van die leerlingen of die volgelingen die zijn van... Ja, dat klopt niet. Maar u bent toch verlicht? Hoe zit dat dan? U rookt altijd maar biddies. Ja. Dat is hartstikke slecht. Ja. En hij zegt van ja, jij identificeert je ermee. Ik niet. Dus ja. En zo is het. Maar dat vind ik ook fijn, dat hier geen verlicht gedrag vertoond wordt. Dat ik binnenkom en dat is van ja, de meester is nog even boven. Of de meesters, weet je, dat maak je ook mee. Ja. Nou ja. Heeft ayahuasca jullie nou nog in deze toch geholpen? Ik zit hier met 3 mensen. Mink is er ook bij, heeft ook een paar ayahuasca sessies gedaan. Ja, mooi. Is het is toch, wel, het is niet voor niks geweest allemaal, of? Nee, ja, ik ben uiteindelijk hebben wij elkaar ontmoet. Ontmoet, ja. Bij een ayahuasca retreat. Van de gewijde reis of zo? Ja, van Las Fava, die heb je ook geïnterviewd. Ja. Dus wij zijn, wij hebben elkaar daar ontmoet. En op een gegeven moment is ayahuasca is onderdeel van mijn pad geweest. Dus, mijn unieke pad. Ik ben dat pad ingeslagen. Ik ben een bedrijfje begonnen. JP Beyond. Daar hebben we ceremonies georganiseerd. We hebben medicijnmannen ontmoet. We hebben dingen geleerd. Van rituelen vanuit de jungle. Dat was waanzinnig. Had je niet willen missen allemaal natuurlijk. Nee, nou ja, het was heel bijzonder. En we hebben dat 3 jaar vrij intensief gedaan. En ik heb enorm veel ayahuasca gedronken zelf. En het is niet, weet je, ik zal niet zeggen van, weet je, dit is de manier om... Ja, was het nodig? Nee, ja, voor mij wel. Ja, voor jou. Het was mijn pad. Ja. Het was mijn pad. En ik heb ook een keer iets horen zeggen. En dat, weet je, je kan beter gewoon 1 keer ayahuasca drinken of 2 keer en het... Gewoon heel goed voorbereiden en die ervaring gewoon daarvan leren. Mm-hmm. En zo dat op je pad gebruiken voor je zelfonderzoek. In plaats van dat je het heel veel gaat drinken en, weet je, en je gebruikt het niet. De informatie of de lessen die je daar geleerd hebt.
Maar wat wel de kracht van ayahuasca is, is dat ze eventjes de mind uit kan schakelen. Zodat je wel even dat eenheidsgevoel kan ervaren in je reis. Maar jullie geven het niet meer, hè? Nee, we zijn gelijk gestopt. Ja. Maar je zou kunnen denken, nou, we kunnen het hier ook combineren. We geven satsang en ayahuasca. Misschien commercieel gezien interessanter, omdat het nu zo'n hype is. Nee, ik had een goede relatie met de grootmoeder ayahuasca. Ja, met de plant. Ja, ja, met de plant. En ik had ook het idee, dit ga ik de rest van mijn leven ga ik dat doen. En uiteindelijk had ik bepaalde vragen voor mezelf. Ik kwam in ceremonies, kwam ik ervaringen tegen waarin ik ervaring had van hey, maar dit is mijn ware zelf. Dit is waar van alles vandaan komt, waar alles uit bestaat. Hmm. Dit is mijn ware zelf. En ik vroeg ook altijd aan in die ceremonie van laat dit alsjeblieft bij me blijven. Laat dit alsjeblieft integreren in mijn zijn. Dit is hoe ik wil zijn. En, dus dat streefde ik ook echt na in de ceremonies. En uiteindelijk heb ik daar... Het nadeel van de ayahuasca ceremonies was dat het weer uitwerkte. Ja. Ik, aan de andere kant, ik kwam eruit en ik... Ja. En het was een herinnering. En ik had zoiets van, oh, maar dat wil ik weer. Weet je wel? Die herinnering wil ik weer. Dus ik zat in verleden en toekomst nog steeds gevangen. En ik was nog steeds zoekende. Maar uiteindelijk kwam ik erachter van, oké, het is prachtig werk. Hè? Wat ik aan het doen was. Ik masterde de plant. Ik had heel veel geleerd. Ik had heel veel in mezelf opgeruimd. Het was een van de mooiste therapeuten die ik ooit ontmoet heb. De grootmoeder, ja, de plant. Ja, grootmoeder. De grootmoeder, niet moeder ayahuasca. Dat ze wat ouder is. Noem je ja, ik denk grootmoeder vanwege de wijsheid. Oh, de wijsheid, ja, precies. Ja. Okay, ja. En uiteindelijk had ze me bepaalde dingen leren zien. Begin 2015 begon ik me behoorlijk bewust te worden van wat ik nou eigenlijk zocht. Ik had het idee van, oké, ik weet nu wat ik wil. Ik wil me bij mezelf herkennen. Ik wil de waarheid zien. En ik wil dat gewoon altijd kunnen zien. Ik wil dat kunnen zijn. Dus ik werd me daar bewust van. En daar werd het concreter. En toen grootmoeder ayahuasca, die liet mij zien dat het niet om de anderen ging. De ceremonies die ik gaf en waar andere mensen prachtige ervaringen hadden, dat was niet waar het om ging. Ik kon wel al die tijd mensen blijven helpen en hun verder helpen. Maar het ging alleen om mij. Dus ik kreeg een wereld te zien met een netwerk, met allemaal verbindingen en lichtjes. En er waren een paar heldere lichtjes. En ze zei, je moet zorgen dat jij zo'n helder lichtje wordt. Het gaat niet om jou. Of het gaat niet om een ander, weet je wel. Het gaat alleen maar om jou. Jij moet zorgen dat jij zo'n helder lichtje wordt. Ja. Nou, oké. Dus die heb ik ter harte genomen. Ja. En zo ben ik doorgegaan. En uiteindelijk had ik een soort van... Ja, het is niet de werkelijke communicatie die je hebt. Maar een soort van communicatie met ayahuasca. En zij zei echt van... Je kan me blijven drinken. Maar en misschien dat je nog eens een keer een visioen krijgt van me. Maar, en wat kleurtjes. Maar... Weet je, ik heb je niks meer te leren. Mm-hmm. Weet je, datgene wat jij wil bereiken, moet je zelf doen. Dus ik kan je daar niet verder. En dat is eigenlijk het moment waar de ceremonies gewoon stopten. Het stopte daar. Was je het daarmee eens? Was het voor jou ook het moment om ermee te stoppen? Of heb je het daarna misschien wel nog gedaan in andere vormen? Of? Ik ben zelfs naar Peru geweest. Ik ben 7 weken in de jungle geweest. Ja. Afgesloten van alles. Echt daar de Daimi of zo? Of hoe noemen ze het daar? Nee, het was niet Santa Daimi. Nee, okay. Het was echt ook weer om fysiek te healen. Ja. Met een heleboel planten, medicijnen. En met ayahuasca. Om de dag 7 weken lang in ceremonie met prachtige shamanen. Ook die heftige dingen, dat je dan heel veel water moet drinken en zo. Oh, dat hebben we ook gedaan, ja. je hebt het... Ja, ik heb het allemaal... Ja, ik ben heel druk bezig geweest.
En het heeft ook echt geholpen. Ik ben wel echt 2 jaar kroonvrij geweest en heb heel veel verlichting gevonden. Fysieke verlichting in de ayahuasca. Maar dat speelde allemaal net zo. Hè? Vlak toen ik daarvan terugkwam, toen ging ik naar Muji. En daarna was het ook gelijk klaar. Ja. Nee, ik vond het helemaal, prima. Het hoefde voor jou ook niet meer. Nee. Nee. En ik had niet zoiets van, het moet nu stoppen. Het stopte gewoon. Het liep af. En het was wel heel grappig, want op dat moment ging zij dus naar Muji. Ik was op zoek naar iets en ik las over Muji en wat hij vertelde. En ik had echt zoiets van, ja, maar dat is precies wat ik zoek. Ja. Het was heel grappig, want mijn mind die maakte er meteen zoiets van, je hebt het nu gevonden en that's it. Ja, wel. Klaar. Klaar, weet je wel. Maar dat was helemaal niet waar. Weet je, dat was nog steeds de mind die zei van, nou ja, weet je, als je dit nou gewoon zo vast blijft houden, dan is dat toch ook genoeg. Ja. Maar daarna was het, het was gewoon de beweging om die richting op te gaan. Eigenlijk een soort als een volgende stap. En de ceremonies, het was niet meer de beweging om daar nog iets mee te gaan doen. Om daar nog nieuwe te plannen. En er waren wel mensen die mij vroegen van, wil je komen om met een ceremonie mee te doen, muziek te maken. En daar zei ik gewoon ja op, dat is goed. Maar toen hadden we een begrafenis, kon niet doorgaan, moest ik afbellen. De keer erop werd nog een keer gevraagd. Ja. Ik zeg, nou, is prima. En toen belde die ander op. Ja. Van, ja, nee, sorry, we hebben geen aanmelding. Of er was iets. En het ging niet door. Ik heb daarna nooit meer een ceremonie mee. Ja, maar dat keer, als gaan de dingen stokken, dan droogt het als het ware vanzelf op, hè? Ja, en iets anders ontstaat dan weer. Ja, want dat is ruimte. Omdat wij in één keer stopten met ons bedrijf, omdat er best wel een netwerk opgebouwd in de ayahuasca-scene. Liep goed. Maar wij zaten samen bij de open haard ons zelfonderzoek te doen. En toen waren mensen nieuwsgierig van, wat zijn we nou mee bezig? Ja. Kan ik een kopje thee komen drinken? Oh, ja. Ja, is goed, kom maar thee drinken. Op een gegeven moment hadden we elke avond mensen op de thee. Dus dat werd een beetje veel. Ja. Dus ik zei van tegen Jeroen van, nou weet je, als we nou 1 dag doen om uit te leggen wat er gebeurt, dan. Dus dat werd de dinsdagavond. En nou, zo is eigenlijk de satsang organisch ontstaan. Ja, klopt. Ja. Dus niet van zo, we gaan nu worden, nu moet toch iets anders komen, we gaan nu zelfs aan geven. Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Maar, is het zelfs bijna een beetje een te grote term, satsang? Want je schept er misschien nog wel wat verwachtingen mee, hè? Bijeenkomst in waarheid. Ja, je moet het beestje een naam geven natuurlijk. Ja. Maar ja, wat doet dat? Nou ja, weet je, kijk, mensen die kunnen van alles opvatten op allerlei mogelijke manieren. Ik denk dat je er nooit een goed woord aan kan geven. Nee. Want het is altijd weer een manier van opvatten. En kijk, een zoeker, een echte zoeker die op zoek is naar het absolute of naar de absolute waarheid. Ja, die vindt zijn eigen weg. Hè? Die creëert zijn eigen weg. En die gaat op zoek naar dit soort dingen. Ja. En satsang is het directe pad, wordt het ook genoemd. Hè? Dat is gewoon de rechtstreekse weg. Op het moment dat je daar klaar voor bent, dan. En natuurlijk, ja, weet je, de ayahuasca is ook een enorme hype geworden. Precies. En met die ceremonies eromheen. Je merkt dat je als zoeker toch vaak eerst de heilige ervaringen en de bijzondere ervaringen die je op Instagram kan delen, die verkies je eerder dan dat je denkt, ja, dan moet ik simpelweg op een bank gaan zitten en naar 2 mensen luisteren. En wat gaat daar? Dat doet niks. Dat kan niet. Ik moet daar toch minstens inderdaad een giftige kikker in mijn arm stoppen. Of die plant achterover tikken. Hebben we ook gedaan. Ja, ik ken het allemaal. Maar jij zei dat voor het interview, hè, dat mensen soms denken, ja, waar is jouw gewaad nu je satsang geeft en je aureool boven je hoofd? Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar dat is, ja, kijk, sommige mensen die hebben dat nodig om het op zo'n manier te benaderen, weet je. Ik zeg ook wel eens
dat sommige mensen die hebben helemaal geen satsang nodig. Weet je, die komen bij satsang, die zijn al jaren bij satsang, die hebben alles over Advaita gelezen, non-dualiteit. Ja. Die hebben genoeg aanwijzingen gehad. Ja. Maar ze moeten zichzelf tegenkomen. Weet je, ze moeten iets uitdagends doen. Ga bungee jumpen of een berg beklimmen. Ja, dat is goed gezegd, ja. Weet je, en satsang kan dus ook verdoven. Of een soort uitstel. Ja, weet je, het is vaak zo dat op een gegeven moment, weet je, mentaal kom je op een gegeven moment erachter van oké, er is niks. Ja, op het moment dat je jezelf onderzoek gaat doen en je gaat dingen onderzoeken van oké, verleden, toekomst, van hier en daar. En je gaat al dat soort dingen onderzoeken. Dan kom je erachter van, maar waar is diegene nou die door mijn ogen? Ja. Die is er niet. Er is geen centrum. Er is nergens iets te vinden. Ja. En we komen er, eigenlijk komt het erop neer dat er niets is. Er is niets. Nou, en dan bij die realisatie haken de meeste zoekers af. Want dan hebben ze zoiets van, wacht eventjes. Maar ik was op zoek naar blijvend geluk. Ik was op zoek naar blijvend geluk. Ik kijk meteen weg, hè. Ik zag het. Ja. Maar ga verder. Ik ben op zoek naar blijvend geluk. Ja. Ik wil niet dat niets. Weet je? En dan heb je niets. En wat dan? Ja, wat heb ik ook daarvoor? Je moet toch iets hebben? Je moet toch iets zijn om iets te kunnen ervaren en iets te kunnen voelen? En ik wil alleen maar geluk in mijn leven. En dat is waar ik het voor doe. Dus daar haken dus de meeste mensen af. Er zijn een aantal mensen die werkelijk op zoek zijn naar de absolute waarheid. Hoe zit het nou? Die willen weten wat er in die hand zit. Ja. Die willen dat werkelijk weten, koste wat het kost. Want je weet niet wat er gebeurt op het moment dat je werkelijk tot dat punt gaat. Je komt mentaal bij dat niets terecht. En dan, als je dat kan accepteren, als je voorbij gaat aan van, maar dan ben ik alleen. Weet je wel, die angst wordt er door de ego even voorgegooid van, je wilt toch niet alleen zijn? Weet je? Eenzaam. Want als er niemand is, als er niks is, je wil niet sterven, weet je wil niet dood. Maar die persoon die echt voor de absolute waarheid gaat, die is bereid, wat dan ook er mag gebeuren, om door te gaan. Om als het ware ervoor te sterven. En misschien dat op het moment dat hij voorbij dat punt komt van dat zoeken, en hij lost op in die realisatie, misschien dat de waarheid daar niet eens is. Je weet het niet. Mm-hmm. Je weet niet wat er is. Je krijgt geen garanties, hè? Je hebt geen garanties. Nee. En iemand anders kan het zeggen. Die verlichte meester die tegenover je zit, die kan het misschien aan je vertellen. Maar je weet niet of hij de waarheid spreekt. Ja. Je weet het niet. Nee. Geen belofte. Nee. Weet je, omdat je jezelf nog niet gezien hebt voor wat je werkelijk bent, zie je de wereld ook niet voor wat die werkelijk is. Je ziet het pas werkelijk, die hand gaat pas open op het moment dat jij, als het ware, metaforisch gesproken, in het vuur springt. Ja. Maar je zegt net, dat vond ik wel interessant, je kan dat dus ook praktisch gezien, als je klaar bent met satsangs, dat doet niks meer, dan zei je net, ga bungee jumpen, ga een wereldreis maken, heb je nog meer adviezen wat dat dan wel een soort in beweging kan krijgen? Nou ja, kijk, jij bent zelf de enige persoon die weet wat jouw pad is. Jij bent de enige die weet wat je nodig hebt om jezelf te exposen, laat maar zeggen. En dan heb ik het over je niet ware zelf, maar jouw de processen, de mechaniek van de persoon, van de ego. Want de ego en de persoon, dat is allemaal dezelfde. Dus voor de een is dat bungee jumpen, maar voor de ander is dat eens een keer de waarheid vertellen aan zijn partner of zijn moeder opbellen. Het is heel mooi om inderdaad op een gegeven moment richting je angst te gaan. Ja, meestal zijn dat ook de uitdagingen die je zoekt. Waar zie je het tegenop? Het verhaal van Petra. Ik bedoel, wat zij allemaal doorstaan heeft, wat zij allemaal opgezocht heeft om haarzelf te herkennen en haar processen te zien. Dat is ongekend. Dat is horror. Ja. En weet je, en
op het moment dat je werkelijk een oprechte zoeker bent, dan, ja, dan weet je dat dat de weg is. Dat je die richting op moet. En als jij een zoeker bent, maar je hebt eigenlijk al besloten om niet tot het gaatje te gaan. Hè? Je wil niet alleen zijn, je wil niet helemaal loslaten, je wil die persoon niet opofferen daarvoor. Ja, dan hou je jezelf eigenlijk voor de gek. Dan kan je net zo goed eerlijk tegen jezelf zijn van, weet je, ik zoek niet verder. En ik ben gewoon mens en ik behaal gewoon mijn doelen als mens. En ik heb vrede met mijn ups en downs. Kan je beter doen dan dat je net alsof doet dat je nog steeds aan het zoeken bent, mm-hmm. maar dat je eigenlijk ja, te bang bent om verder te gaan en daardoor blijft schermen met je Advaita-kennis. Zo van, ja, maar er is toch niemand, dus ik hoef toch niks te doen. Hè? Dus ja, en dat zie je dus ook regelmatig. Ja. Toch kan ik me voorstellen dat je dit zo tegen iemand vertelt, die op satsang komt, dat je hem dan de week daarna niet meer terugziet. Dat hij dan denkt, ja, maar ik wil gewoon lekker de hele dag horen dat er niemand is. Ik wil gerustgesteld worden. Want dat merkte ik altijd als ik naar satsang toe ging. Dan was ik wel even helemaal opgeladen, gerustgesteld. Maar inderdaad, als je dan bij het stoplicht komt, dan eerst de beste lul rijdt niet door bij het groene licht. Dan zit je weer helemaal. Ja. Kijk, je kan een soort van geruststelling. Hè? Wat is geruststelling? En dat is wat een hoop mensen zoeken. Die willen graag de waarheid niet onder ogen komen. En waar zoeken ze dingen in vakjes stoppen. Zo is het. Mm-hmm. Zo is het. Je ziet het in het nieuws. De nieuws is, je hebt de goede en je hebt de slechte. Mm-hmm. Het is altijd haarfijn gewoon te herkennen. Ja. Van, dat is slecht, dat is goed, dat is slecht, dat is goed. Dat is fijn. Weet je? De menselijke geest die wil graag orde, duidelijkheid, grijpen, helderheid. Ja. En waarom? Omdat de menselijke geest die wil niet verward zijn. En, maar eigenlijk verwijderen zichzelf van het helder zien. De menselijke geest die heeft geen idee wat hij zelf is. En de veiligheid en de zekerheid die hij probeert vast te houden buiten zichzelf. Is vanuit dat vanuit die onwetendheid lijkt een soort van veilig iets te zijn. Hmm. Als je maar veel verzekeringen hebt en schijnveiligheid. Ja, het is een soort van schijnveiligheid. Ja. Maar toch stelt het mij gerust. Hè? Als ik dan weer eens een keer mezelf, zal ik maar zeggen, gek zitten maken met, en dan gebeurt dit en dit. En ik luister, ik noem maar wat, een satsang van Jeroen en Petra, of ik hoor de stem van Moody alleen al, dan herinnert hij mij er wel eraan. Je zit nou weer met je aandacht in die hele mentale constructie die gewoon niet waar is. Mm. Dus dat brengt dan wel een soort van instant relief, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, wat wij wel doen in onze satsangs, is dat we in veel satsangs is het gelijk van oké, loslaten en hoe zeg je dat? Maar in onze satsangs doen we als dingen echt hardnekkig zijn, ja. Hè, dan gaan we wel eventjes therapeutisch, tussen aanhalingstekens, ernaar kijken. Zoals jij dat uitlegt van dat je bij in de file, dat je alweer staat te toeteren en je op zit te fokken. Wat is dat dan? Ja, wat is dat dan? En in veel satsangs ga je alleen maar naar het nu en kijk je naar wat er is. Maar wij nemen wel de tijd om even daarna te kijken. Want dat is dus iets wat steeds weer komt. Ja. Wat je steeds weer weghaalt uit het nu. En wij gaan wel dan samen in de satsang kijken van oké, waar zit die wortel? Dat is mooi, hier komen mensen tegemoet. Ja, maar ik ben er inmiddels wel achter dat het verkeer bij mij heel veel angst oproept, omdat ik het idee heb dat ik geen kant op kan. Dus wijst het bij mij heel erg onveiligheid uit mijn jeugd. Weet je? Ja, zo zie je wel waar het. Ja. En heb jij daar dan een plaatje bij? Van dat was de eerste keer, die onveiligheid, dat jij je onveilig voelde? Nou, ik kan me herinneren dat er een keer, moet ik denken, dat ik op het toilet zat als jong jongetje en dat ineens de toiletdeur opengerukt werd door iemand. Ja, dat is natuurlijk naar.
En wat was jouw reactie toen? Ja, schrikken enorm. Want als er één plek is waar je toch niet verwacht dat iemand de deur opentrekt, is het het toilet. Ja, onveiligheid. Ja. Dus op het moment dat jij in de auto zit, dan... Ja, ik zie nu ook niet meteen vergelijk tussen het toilet en de autostoel. Maar ik heb het vaker in interviews gezegd. Ik ben opgegroeid in een gezin waar veel spanningen hingen. Ja. Dus ja, ik ben nu nog altijd... Ik ga altijd met mijn rug naar de muur zitten, kijken waar de uitgangen zijn en zo. Dat is gewoon iets wat ik me blijkbaar als kind heb aangeleerd. Hè? Ja. Veiligheid creëren voor jezelf. Maar hoe kan ik hier wegkomen? Ik zit toevallig nu ook weer naast een deur. Maar goed, als ik dus hier in satsang zou komen, zouden wij daar over in gesprek gaan. Als dat steeds weer voorkomt, als dat hetgeen is wat je al steeds weer weghaalt bij je zelfonderzoek, dan nemen wij daar even de tijd voor om daarna te kijken. Ja, we noemen het wortels zoeken of een memory spel. Ken je dat spel met al die kaartjes? Ja. En het ene kaartje draai je om en het andere kaartje. En als je ze dan bij elkaar hebt, dan is het compleet en dan kan je het loslaten. Weet je, soms, vaak wordt gezegd, ja, je moet loslaten. Maar soms moet je eerst eventjes gewoon even iets vastpakken en ernaar kijken. Ah, oké. Dat was het. Dan kan je het loslaten. Ja. En dan de volgende keer als je in de auto zit en hij komt weer. Ja, dan weet je als je plaatje erbij. Ik hoef niet meer bang te zijn. Ja, precies. Ja. Precies. En er zijn zoveel plaatjes opgebouwd in mijn leven. Er zijn zoveel dingen die je weg kunnen halen. En ja, dat is voor ons een stukje zelfonderzoek wat ook plaatsvindt. Ja, en dat betekent even het fijn dat dit een kleinere setting is. Want dit gaat natuurlijk niet met 50 man, denk ik. Hebben jullie een maximum? Of? Nee, dit gaat ook met 50 man. Ja? Dat maakt niet uit. Want komen mensen dan bij jullie op het podium? Kijk, satsang is iets wat natuurlijk organisch iets is. Hè? Het beweegt vanzelf. Ja. Net zoals dat het interview, hè, dat noem jij ook een dans. Ja. En dat is met satsang is net zo. Het maakt niet uit hoeveel mensen er zijn. Op het moment dat wij met iemand naar een wortel gaan, dan zijn er heel veel mensen die hetzelfde mee kunnen doen. Het is heel vaak opvallend dat er ineens weer iets aangesneden wordt. Je denkt, je wil het vragen en het wordt door iemand. Ja. Ja. Dezelfde vraag komt. Ja. Het is alleen wat opvallend is inderdaad dat wij herkennen bepaalde patronen. En dat bij ons heeft dat uiteindelijk ons enorm geholpen. Hè. Er zijn heel veel therapeutische, spirituele methodes die gewoon voor geen meter werken. Maar dit wat wij nu gebruiken in onze satsang op therapeutisch gebied, heeft ons gewoon enorm geholpen. Zelfs na de realisatie om dat laatste beetje conditionering weg te krijgen, is gewoon de hele tijd herkennen van, hey, maar waar is dit ooit begonnen, dit verhaal? Ja. Wat is de wortel van dit verhaal? En het grappige is dat dat iets is wat heel duidelijk ook een werking van de menselijke geest is. Je kan je voorstellen dat een gedachte die voorbij komt, dat is gewoon eigenlijk een soort van golfje zo, dat komt voorbij. De natuurlijke weg van een gedachte is dat het verschijnt. Het komt een soort van aan de oppervlakte en het verdwijnt weer. Ja. Uit het niets waar het uit voortgekomen is. Nou, op een gegeven moment, stel je hebt een traumatische ervaring, hè, die wc-deur die was opengetrokken, zit er een verhaal. Er komt een gedachte voorbij en dat verhaal die houdt die gedachte tegen. Ja. Eigenlijk wil die gedachte verdwijnen waar het uit voortkwam. Maar goed, het wordt tegengehouden. Het verhaal kleeft daaraan vast en het wordt tegengehouden, dus wat gebeurt er? Weerstand. Dat is een beetje wat er gebeurt. Op het moment dat de wortel herkend wordt en je zegt van, hé, maar dat verhaal is daar begonnen, dan heeft het verhaal geen kracht meer. Het kan niet meer vasthouden, want het is gezien. En op het moment dat het gezien wordt, dan is het los. En dan kan die gedachte weer verdwijnen. En dan kan uiteindelijk dat
dat na die weerstand, die naar dat nare gevoel heeft veroorzaakt, kan op dat moment verdwijnen. Volgens mij werd er ook letterlijk een plaatje gemaakt toen, nu ik er verder over nadenk, was het niet alleen erg dat de deur van de wc opengetrokken werd, maar er werd een foto van me gemaakt. Ja. En die foto heeft nog heel lang, zo'n kant-en-klaar camera, weet je, die heeft nog heel lang, zie je me helemaal zo verschrikt kijken zo. Nou, dat was dan lachen blijkbaar, om mij te fotograferen terwijl ik op het toilet zat, maar het is nu 40 jaar later en ik zie het nog voor me, ja. Stel nou dat die wortel, hè, dat je nu een ervaring hebt waarbij je een bepaalde weerstand ervaart. En jij denkt eventjes aan dat plaatje wat je nu in je hoofd hebt. Ja. Dan merk je, als dat de memory is, dat het juist matcht, dan merk je dat er meteen een soort van ontspanning plaatsvindt. Heft elkaar op of zo. Juist. Het is hetzelfde. Het is plus en min. Als je ze hebt gevonden, dan kan je het gewoon naast je neerleggen en dan laat je het los. Het ligt er een beetje aan in hoeverre het verhaal al vat heeft op die gedachte die langs is gekomen. Het kan zijn dat het eventjes nodig heeft om het gevoel ook voorbij te laten gaan. Je kan het voorstellen dat er een wolk is gevormd en het duurt eventjes voordat de wolk weer voorbij is. Maar je merkt meteen, als dat de juiste is, dat je het los kan laten. Ja. Dat je er niet in blijft doorhangen. En op een gegeven moment merk je dat verschillende situaties, verschillende gedachten die langskomen, datzelfde verhaal telkens aanhaakt. En dat je op een gegeven moment daar steeds kiener op wordt. Dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, hé, dit is zo'n gedachte waar het verhaal aan kan haken. Het verhaal wil aanhaken. Nee, doen we niet. Ik heb het nu al gezien. En dan gebeurt er dus ook helemaal niks. Er is ook geen weerstand meer. Op dat moment is die conditionering is opgelost. Die kunnen we wegstrepen. Kan je wegstrepen. Ja. Ja. Even een paar praktische zaken. Want ik vind het prachtig om naar jullie te luisteren. We willen ook niet te veel weggeven. Want ik zou het natuurlijk leuk vinden als hier wat meer en vaker mensen naartoe komen om naar jullie te luisteren. Jullie zitten in Drenthe. Het is dus nogmaals het plekje Hollandse Veld. Er is redelijk wat parkeerplek hier in de buurt, hè? Of moeten mensen met de fiets komen? Nee hoor. Nee, hè? Dat hoeft niet, hè? En het zijn twee boeken. Daar wilde ik nog even aan. Misschien kun je ze toch even in beeld houden. Dit is de eerste, hè? Zijn zonder jezelf. Zijn zonder jezelf. En De Verlichte Schildpad. Is niet voor kinderen, hè? De Verlichte Schildpad. Nee, klopt. Nee. Kun je iets over de twee boeken vertellen? Zijn allebei door... Heb je er ook aan meegeschreven, Peter? Of heeft Jeroen... Jeroen heeft het geschreven. Ja. Je hebt het misschien een beetje geholpen met... Met redigeren. Redigeren, corrigeren. Ja. Nou ja, dit boek is... heb ik eigenlijk vrij snel na de realisatie... Het sleutelmoment noem ik het ook wel in het boek... heb ik dit geschreven. Het is... Ik probeerde altijd muziek te maken, nummers te schrijven, lukte nooit. Want er was een of ander stemmetje wat altijd het zo afkraakte. Dat voordat het liedje klaar was, had ik het al... In de prullenbak. Ja, in de prullenbak. En op het moment dat die hand open ging en er viel wat van me af, verdween er dus ook die stem. Dus... In één keer kon ik allerlei muziek, weet je, kwamen melodieën en teksten en ik kon het gewoon opschrijven en ik kon gewoon een liedje componeren en zo stroomden er liedjes over satsang en zo kwamen er ook bepaalde inzichten die gewoon verschenen. Ja. En ik had zoiets van, nou ja, weet je, ik ga ze gewoon opschrijven. Dus dat ben ik gaan doen. Dus ik ben ze op gaan schrijven. En dat resulteert in dit boek. Want op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik heb nu zoveel opgeschreven. Dat kan ik ook bundelen. En daar kan ik ook een boek mee uitgeven. Ja. Uiteindelijk zijn het volgens mij 64 gewoon directe aanwijzingen. Voor zelfonderzoek. Hmm. En daar is het uiteindelijk op neergekomen. Waar is dit boek verkrijgbaar? Hier. Maar ook via de website? Ook, ja, je kan ook via de website. Ja. De website is Jeroen...
Petra. Satsang. Nou, als je googelt op Jeroen en Petra Satsang. Jeroen Petra Satsang, dan kom je. Ja, ja, het is een Jimdo website. Ja. Dus, het leuke is ook, als je hier naartoe wil komen, hoef je alleen maar in Google Maps in te typen. Jeroen Petra Satsang, daar kwam Minke achter. Dan kom je hier ook gewoon tot voor de deur. Oh, okay. Dat is handig, hè? Ja. Dan hoef je niet eens een adres te hebben. En dat andere boek is totaal iets anders dus. Nee, dat viel wel mee. Kijk, op een gegeven moment, dit boek was klaar, maar af en toe kwam er nog weer wat. En ik denk van, nou, ik schrijf gewoon door. En toen op een gegeven moment kwam er inderdaad iemand die mijn verhaaltje stuurde, volgens mij inderdaad van Tom Tellegen, wat jij zei. En toen dacht ik, hey, maar dat is wel leuk om het in een context te gaan plaatsen. En het is best wel heel prettig om het vanuit dieren, als je het vanuit dieren schrijft, dan kan je nog meer vanaf een afstand bekijken. En dus zodoende. Waardoor de verhalen vertellen langer doorleest. Want bij deze wordt al snel afgehaakt. Ja? Nou ja, nou, door het ego. Van, dit is soms confronterend. Ja. En dat doe je op een slimme manier, plaat je het iets. Je kan het lezen, je kan gewoon de context lezen en datgene wat er eigenlijk gezegd wordt in de gesprekken die Schildpad heeft met de dieren. Ja. Dat kan je zelfs, daar kan je een beetje overheen lezen. Ja. Maar als je echt jezelf onderzoek doet, dan. Het zijn weer hele rechtstreekse aanwijzingen die erin staan. Alleen nu in een context. Dus er is ook wel wat herkenbaarheid van zoekers die op satsang zijn. Vragen stellen. Die in de weerstand schieten. Ja. Of die bepaalde vragen stellen inderdaad. En dan kan je inderdaad zeggen, oh ja, maar dat is ook wel iets waar ik me in kan verplaatsen. En dit is meer gewoon heel rechtstreeks. Ja. Oké, heb je op YouTube staan nog een paar andere dingetjes van jullie, hè? Wat muziek geloof ik ook, zag ik. Klopt. Op YouTube kanaal. Ja. Voor mensen die zich zorgen maken of die niet veel te warm wordt in deze bungalow, nee. Daar hangt een heerlijke airco. Die staat tijdens de satsangs ook gewoon aan, hè? Ja. En dat is op dinsdag? Ja. Dat is 19:30, inloop, kopje thee. Ja, het staat op de agenda, op de website. Het is over het algemeen op een dinsdag, 2 keer in de maand. Tweede dinsdag en laatste dinsdag van de maand. Ja. Maar het kan wel eens een keertje anders zijn. Dus je moet het even checken. En mensen zijn altijd welkom om een kopje thee bij ons te drinken. Hè? Dus als je op dinsdag niet kan en je wil dus over dit onderwerp praten of gewoon... Even lekker in de tuin komen zitten met een kopje thee. Dan is echt iedereen welkom. Wel even mailen of bellen van tevoren. Denk ik. Dat is wel handig, want dan... Zijn jullie er ook? Zijn we er ook. Ja. En is het op donatiebasis? Vragen jullie een vast bedrag? We vragen niks. Nee, ja, we hebben een donatiepotje. Donatiepotje. En we zeggen, heb je iets nodig, pak het eruit. Wil je iets kwijt, stop het erin. Oh, en zo stroomt het gewoon. Ja. Ja. En enig idee waar dit naartoe gaat? Nee. Het hoeft ook niet ergens naartoe te gaan. Het is er al. Nee, waar kan het naartoe gaan? Ja, geen idee. Ja, dat is, het is... Het is hier nu. Hè? Het is dat alles wat je wil, wat je zoekt, dat is hier nu, in dit moment. En hoe de beweging gaat is uniek en bijzonder. Vanuit die positie van zijn zijn er oneindige mogelijkheden. Het is een soort van oneindigheid. Dat is hier nu. En uit al die oneindige mogelijkheden is dit de vorm die het nu heeft. Ja. En dat is uniek en bijzonder. Dat is pure magie eigenlijk. Dat is het grote mysterie. En mensen die kijken daar enorm voorbij. Die zijn met hun gedachten in de toekomst en in het verleden.
En die zien dat niet. En die stellen vragen als waar gaat dit naartoe? Ja. Ja, oké. Nou, ik vond het een fijne dans, dankjewel. Dankjewel. En ik denk dat we nog maar een koekje gaan eten dan. Ja, ik heb lekker voor jullie gekookt. Wat zeg je me nu? Ja, ik heb voor jullie gekookt. Echt waar? Ik ga lekker eten. Oh. Wat wel gebruikelijk bij ons is, dat we altijd afsluiten met een, met een liedje. Oh, dat is goed. Vind je maar het leuk? Na het eten of nu? Nou, misschien nu. Misschien is het leuk. Moet jij de gitaar voor pakken? Ja, dan kan ik zelf zo pakken. Ja? Als dat hier de traditie is, dan gaan we die niet opbreken. Ja, traditie. En wat leuk is dat Jeroen heel veel Engelse... Echte Hij heeft heel veel Engelse nummers. Ja, we hebben het helemaal niet over je muziek gehad. Misschien moet je de komen jullie nog een keer gezellig terug. Maar hij speelde altijd Engelse nummers. We zingen samen na de satsang altijd een liedje. En er komt hier een hele lieve meneer al het laatste jaar komt hij al. Die hebben we ergens ontmoet in een bouwcentrum. En we raakten aan de praat. Jeroen heeft zijn boek gegeven. En hij vroeg of hij een kopje thee mag komen drinken. En sindsdien is die lieve meneer altijd op satsang bij ons. Hij is bijna 80. Maar de Engelstalige liedjes die Jeroen speelde, dan vroeg hij later altijd, waar gaat het nou over? Wat gaat het nou over? Omdat die Engelse tekst niet helemaal goed binnenkomt. Dus toen was de beweging om een Nederlands liedje, voor hem de eerste keer. En hij is net af, dus... Oh, spannend, we hebben de primeur. De primeur. Dan ga ik er even goed naar luisteren. Ja, ik ook. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ik ben ooit geboren, onschuldig en klein, was één met de kosmos, een zorgeloos zijn. Mijn fontanel sloot zich en daar verscheen jij, met een papa en mama, met van jou en van mij. Mijn wereld kreeg vorm in mijn fantasie. Na stilte kwam storm en na 1, 2 kwam 3. Ik leerde van grenzen, van goed en van slecht, verlangens en wensen, een moeizaam gevecht. Altijd al compleet en volmaakt. Laat los, laat los.
verzet en frustratie. Totdat ik werkelijk naar binnen keek. De strijd was gestreden. De vorm weer. Het heeft nooit werkelijk bestaan.